Vanaf de oprichting in de 13e eeuw door de hindoeïstische Kakatiya-dynastie tot de val van het sultanaat van Golconda in 1687, na de invasie door Mughal-troepen, met keizer Aurangzeb aan hun hoofd, was Golconda fort de zetel van de macht en het centrum van politieke en het militaire leven in de regio. Tegenwoordig is dit fort gedeeltelijk in puin, vanwege achterstallig onderhoud gedurende de laatste 3 of 4 eeuwen, maar het wordt vanwege de buitengewone akoestiek nog steeds sporadisch gebruikt voor shows. Toch blijft het fort een belangrijke toeristische trekpleister in de regio. We bezochten het Golconda Fort aan het einde van het Bonalu Festival, een religieus festival dat wordt gevierd in de staat Telangana en is gewijd aan de godin Mahankali. Dit festival vindt elk jaar plaats tijdens de maand Ashada, juli-augustus in de Juliaanse kalender. Het doel is om de godin te eren en haar offers in processie in versierde potten te laten dragen. Deze offers worden dansend gebracht naar een kleine tempel, de Mahankali-tempel. Ter gelegenheid van de Bonalu zijn de trappen van het fort versierd en oranje geverfd. In het fort wordt bijzonder druk bezocht, zowel door toeristen als door gelovigen. Het is een kamer die dienst deed als cel van een 17e-eeuwse dichter en tollenaar. Deze man werd ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd om een tempel te bouwen ter ere van Rama. En zijn wonderbaarlijke vrijlating 12 jaar later maakte hem tot een legende die nog steeds wordt vereerd. Golconda Fort, gelegen op een hoogte, biedt een zeer mooi overzicht van de stad Hyderabad.